Mama rijdt daar. Zij gaat blaffen. Goed zo! Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag 27 februari en we leven om 13:24. Ja, ik was eerst niet vooruit te branden, want ik was lang niet in orde, maar dat gaat nu allemaal weer. Ik ga zo meteen de dames uitlaten, dan kom ik weer terug. Dan vrees ik met de scootmobiel naar de Voma toe om even nog een paar boodschapjes te doen. Daarna kom ik weer terug en dan pak ik de hele boel in, neem ik de dames ook mee en dan gaan we naar het centrum toe. Dat is dus hier dichtbij, zoals jullie allicht wel weten. En gaan we naar een demonstratie toe. Ja, vanwege de corona, vanwege de avondklok, noem maar op. Dus dat, er stond vorige week avondklok op de trein. Ik heb er niet echt goed op gelet, maar in ieder geval, daar staan ook een paar vrienden van mij bij, tenminste vrienden, ik ken ze toevallig. Zoals van de avond vierdaagse. Ja, nou ja, dat is gezellig. Dat is leuk. Ik krijg nog een kopje toe. Ja! Dus ik neem ook even water voor mijn beestjes mee. Hebben die ook wat te drinken? Ja, toch? Ja. Dus ja, jullie gaan dan ook mee. En dan zullen we beleven. Ik neem de kookbrood sowieso mee. Dan kan ik ongemerkt filmen. Ja, en hij is nou vol hoor. Ja, die wel. Die is vol. Dus die zit erin. En dan vlak voordat ik er ben, zet ik hem aan. Weet je wel. Enkel, ja, je hoort geen geluid, maar dat is niet erg. Het gaat erom dat je het ziet wat er gebeurt. Zo, ik hoor dat een boa of een of andere achterlijke maloot van de politie komt en die het uit elkaar jaagt. Hallo, we doen niks fout. Nee, we staan een bakje koffie te drinken. Mag dat niet dan? En we staan niet eens niet op elkaar of in elkaar of wat dan ook. We houden keurig netjes afstand. Mogen je toch met een paar vrienden en even tante te kletsen? Of mag dat niet? Kijk, we hebben ook de honden mee. Mag dat niet? Ja. Dus, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ook komt Karin en Roderick, ik geloof met een bliksembezoek hier naartoe. Dus ja, hoe en wat? Ik weet het allemaal niet wat er allemaal gebeuren gaat vandaag. Dat is voor mij ook een verrassing. Ja. Ik krijg ook een nieuw pasje voordat ik niet in de winkel hoef te komen met een masker op. Want dat kan ik niet tegen. Want ja, ik heb onder andere. Ik hoop dat jullie het nou wel kunnen lezen. COPD. Dus ja, voor mij belangrijk genoeg om niet zo'n ding te dragen. Ik wil frisse lucht inademen. En niet bacteriën. Wat in mijn doekje komt van mezelf. Dat wil ik niet. Ik wil geen bacteriën inademen. Ik wil frisse lucht inademen. Iedereen praat met bacteriën. Ja, dat is al jaren. Dat is bekend. Ja. Maar de... Nou ja. Ben je daar ziek van geweest? Ja, wanneer degene ziek is en die praat tegen je. Kun je ook ziek worden, maar dat weet je van tevoren. Moet je niet bij diegene komen, maar wij kwamen wel altijd bij elkaar. Had er eentje de griep, nou dat is besmettelijk, ja toch? Nou, we kwamen toch wel bij diegene die de griep had en die knuffelden we toch? Maar mag gauw beter, lieverd, of man, of wat dan ook, ja? We mag snel beter. Ja toch, of ben ik het fout? Ja, dan moet je het zeggen, hè? Ja, dan zit je tegen iemand ronde neer. Maar het is wel een feit wat waar is. En nu, ja, het mag van Rutte niet, maar hij doet het zelf ook niet. Wij moeten ons laten testen, doet hij zelf ook niet. Nee, vindt hij niet nodig, net zoals de jongen. Die doet het ook niet. Nee, want het is niet nodig. Nou, dan vind ik het ook niet nodig. Nee, helemaal niet nodig. Nou, en ik heb een nieuwe trui, dus wil ik eraan. Heerlijk. Want het zonnetje schijnt, het is weer prachtig mooi weer. Maar het is wel eens te kouden, ondanks dat ik momenteel de deur open sta. Maar oké, lieve vrienden, geniet van dat mooie weer. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Misschien gaan jullie wel ook ergens demonstreren. Ben jullie in het dorp of stad of weet ik veel wat. Nou ja, veel plezier daarbij. En zorg dat je het netjes houdt. En ga niet met iedereen op de vuist. Dat is niet nodig. Nee, hou het netjes. Wees lief voor elkaar. Ook een ander heeft het moeilijk.
Ja, dus gewoon niet zijn. Mwah. Doe ik ook naar jullie toe. Dus doe het ook. Weer verder. Verspreid liefde. Ja, daar wordt een mens gelukkig van. Dus ik zeg, geniet en tot later. Ja, en zoals ik jullie al had verteld, we zouden naar het centrum. Ik zou de hondjes meenemen. Ik heb al boodschap gedaan, dat heb ik opgeruimd. Maar ik had ook verteld dat Karin en Roderick zouden komen. Nou, die zijn er, dus het veld wordt niks. Nee, we gaan niet demonstreren vandaag. Misschien wel, weet ik ook niet. Maar dat merken we dan wel. Ik had jullie al wel helemaal klaarleggen, et cetera. Maar ja, ik heb het maar weer even gepakt. En zit ook net weg. Daar hebben we onze Karin met Rijka. Ze wil foto's maken, wat haar momenteel niet lukt, want de hondjes die doen niet wat zij willen. Hè? Dag Karin. Dag. Hi. En ja, mijn computer maakte herrie. En ik weet niet hoe dat gekke ding open moet. Dus ja. Hou, kijk even uit. Dames! Ja, even. Kom, hier. Dus Roderick bemoeit zich even daarmee. Even iets opzetten, dan een dingetje erover. Er moet even dan een iets eronder, een handdoek, want anders ben ik bang, want die lak die is heel snel beschadigd. Je kan er ook geen heet spul erop zetten, op deze tafel, want dan krijg je kringen erop. Moet je helpen, lief, of niet? Ja, kijk eens of het stof gewoon al op de achterkant zit. Oh, wat ben ik een vieze vrouw. Maar ja, het zou van binnen nog wel erger wezen. Ja. Kijk, deze fan en die hoort u dus ratelen. En die. Oh. Maar dan moet u even aan deze kant komen kijken. Die fan, deze, die? Deze. Er staat een kleine stofzuiger, Roderick. Ja, juist. Ik dacht, en dan het hulpstukje zit in het doosje voor je. Nee, omdraai naar de buurman toe. Ik zie een bruin doosje met een zwarte. Ja, ik zie hem al. Ja, wij zien hem juist. Ja. Kijk man, deze hoort u. Oké, ja, ik heb daar totaal geen verstand van. Ik durf hem niet open te maken. Ik durf het niet. Nou, dan kan wel dat u zo meteen mooi uitleggen hoe dat moet en rustig. Ja, maar ik mocht het vroeger nooit. Man, dat mag. Mama, dat was vroeger inderdaad, maar nu wel. Alles, ik vind het eng om een stuk te maken. Mama, alles is veranderd. Ja, maar ik vind het eng om gewoon trekken, niet bang zijn. Kijk, en nee, mag ik even? Ik wou net zeggen, jij bent te bang en je hebt ook, ja, maar... Gewoon doen. Nee, dit gewoon normaal weer. Doe maar even anders eventjes... wacht even, schat, wacht even. Mama, ja, doe maar gewoon de band. Gewoon weer dicht, ja. Lekker weer. Ja, dicht. Klopt, zie maar even. Ja, wel een knoppie. Bovenste? Ja. Oh, dat deed ik al vaker. Ik dacht dat het ergens anders voor was. Ik dacht dat het gewoon van lucht was of zo, of een hand greep, dat dacht ik. Dit is gewoon even op te leggen. Het zit hier met een richel. Ik dacht dat het met schroefjes was. Nee. Vroeger wel. Ja, want net zoals je liefhebbende broer. 8 schroefjes eruit halen en 4 erin doen. Mama, dan wil ik u eventjes even een tip geven. Kijk nu even heel goed naar wat Roderick doet. Ja, dat doe ik. Oké, okay, en dan weet u dus. Stopcontact. En dan weet u dus hoe en hoe het en de volgende keer moet. Ga ik even. Wacht even, lief, wacht even. Ja, echt zo. Hij is nog al lang genoeg. Ja. Doe je nou? Deze. Stekkertje. Deze stekkertje, en waar komt hij vanaf? Heb je hem even nog niet? Nee. Hij wijst alleen, maar dan weet ik het ook nog niet.
waar haal jij dat stekkertje nou vandaan? En bij dat paas zeker, ja. Dat moet je ook nog niet zien als je ervoor staat. Ik sta er niet voor. Nee. Zo. In die paarse dus. Ja, in die paarse. Rood in paars. Daarom en daarom heeft hij dus ook een... Korteltje. En heel voorzichtig. Gewoon... Kijk, dit kan wel tegen. Zie? Nou ja, weet je wat het voordeel is? Ik weet alle kleuren van achter. Echt niet. Nou, is je aardig schoon, lief? Ja, dat is helemaal vol stof hier. Ja, maar dat, maar het gaat erom dat het meeste weg is. Maar dat weet je. Hij weet waar al die snoeren zitten. Hij kan hem optillen. Ik weet niet. Nee, precies, inderdaad. Zo, hey. Ja, ik heb bij de vorm maar ook maar mee. Ben je mooi? Gehad. Ben je mooi, hè? Jij bent mooi. Zie je er mooi uit? Hé, hey, Elwin. Elwin, meisje. Hey. Hey, meisje. Mam, ik heb hem nu op slot gedaan. Wacht even, schat. Wat wil je zeggen? Dat pakje heb je niet gebruikt. Ja? Niet toch nog inrukken, hier een schuifje. Ja? Dat een achterschuifje kopje in en dan kan deze los. Oké. Zo is het weer. Oké. Ja, want ik druk hem wel vaker in, omdat ik meende voordat het een handgreep was om hem te verschuiven. Ja. En dat deed heb ik. Ik heb hem gisteren ook geschoven. Dus wat ga jij doen dan? Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Oeh, ik krijg kusjes voor jou. Het hoedje lag achter de bureau. Mm. Kijk, Karin, dit hoedje. Lekker wel. Doe maar. Ja, nou, mama gaat lekker alvast naar boven. Dus kijken hoe graag zij er achteraan wil. Mama rijdt daar. Zij gaat blaffen. Ze is sterk geworden. Laat hem maar even trekken. Vind ik ook helemaal niet erg. Je maakt je helemaal buiten adem. Kom eens hier. Mama is al boven. Ja! Ja! Ja, dat doe je zelf, schatje. Ja! Mama is boven. Waar is vrouwtje? Kom. Waar is vrouwtje? Ja! Waar is vrouwtje? Waar is vrouwtje? Waar is vrouwtje dan? Kom, waar is vrouwtje? Ja. Ja, waar is vrouwtje dan? Ja. Zo. Nee, dat maakt niet uit. Ach, een beetje toch, kom maar. Hey. Ja, meiden.
Goed zo. Hi, meisje. Kom maar. Kom. Goed zo. Hi. Hier blijven. Kom maar. Hier? Nee, rustig, mam. Kom maar. Gewoon door. Gewoon door. Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo hoor. Kom maar. Ja. Kom maar. Kom. Ja, ajo. Schrei uit. Lopen. Daar word je hard van. Oeh, nee hoor. Geniet en niet interessant, mam. Nee hoor. Kom hier. Kijk, mam. Nu kan u Elwing. Dus, mama, nu kan u Elwing kijken hoe ze doet naar vogels. Ze doet niks. Alleen aan de riem is het anders. Ja, dat is en dat is je soortgenoot, dame. Oh, daar een husky en dit is een malamoet zeker. Nou, nee hoor. Nee, een husky gewoon? Ja, zeker. Zij is een husky en een border collie. Oké. Hé, waar ben je mooi? Rijka. Nee, mama, rustig. Die blijven er wel bij. Kom maar! Lekker water, hè? Ga kijken dan. Kom maar. Ga maar kijken. Goed zo. Ga maar kijken. Doe maar. Kom maar. 1, 2. Kom maar. 1, 2. Ga kijken. Ja, het is glad, hè? Doe maar. Kom maar. Lekker hè, kom maar. Ja, het is glad hè, schat. Doe maar, ja. Kom maar, kom. Kom dan, ga maar kijken. Ga maar het water in, doe maar. Het is oké, meisje. Lekker hè. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Doe maar. Lekker hè. Hi. Kom net. Kom eens hier. Kom maar, kom. Ga maar kijken. Ga maar het water in. Doe maar. Kom maar, kom. Kom dan. Hey. Wat een lekker. Zo. Doe maar. Ja, doe maar. Even kijken. Nee, hij weet niet naar die mooie paal toe. Oh, nou kom maar. Weet je wat? Datgene wat je nodig hebt.
Ja. Dan is het opgeschoten met het geluid. Hi. Kom maar, gaan we lekker door. Jij ook? Ja, doe maar. Hier? Ja. Ja, doe maar sneller. Ik kan hem niet stil houden zo. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds laat in de ochtend, vroeg in de ochtend, het is maar net hoe je het noemen wil. Het is 3:07, zondagochtend vroeg, dus ik ga lekker slapen. Gandalf, die ligt al naast me. Hoppie dopie. En daar ligt Elwin. En Rijka ligt daaronder. Ja, en dan heet dat zo, hè? Ja. Dat we gaan lekker slapen, ik zou zeggen, lieve vrienden. Aan alles komt een eind. Dus ook aan deze zaterdag. Het was gezellig, het was leuk. Binnenkort niet te wezen te demonstreren. Nou ja, we hebben andere week zaterdag weer. Ja hoor, dan gaan we dan maar even kijken. Ja toch? Morgen is het zondag, oftewel vandaag is het zondag. Het is alweer de 28e. Maar ja, dat zien we straks wel weer als we weer wakker worden. En hoe laat het dan is, weet ik niet. Nee. Dat ik zou zeggen, wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond uit je bed zien te komen. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.